Als je naar Delfzijl reist, kan je vanuit Groningen de trein nemen. De lijn Groningen-Delfzijl wordt in 1884 in gebruik genomen. Die lijn bestaat nog steeds, maar de Nederlandse spoorwegen hebben er niets meer mee te zoeken. Het is nu Arriva wat de klok slaat. Ook het stationsgebouw van Delfzijl bestaat nog, maar is niet meer als zodanig in gebruik. Net als bij veel andere kleine stations. Het stationsontwerp van Delfzijl is van het standaardtype Sneek. Naast Delfzijl bestaat van dit type alleen Sneek en Tiel nog. Het symmetrische stationsgebouw bestaat uit een centraal, twee bouwlagen hoog gedeelte met vierkante plattegrond en twee vleugels met rechthoekige plattegrond. Delfzijl heeft als enige een gebouw dat geheel uit bruine baksteen is opgetrokken. Vanaf dit station werden op 11 maart 1942 de Joodse medeburgers gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. In Delfzijl staat een standbeeld van de beroemde Franse commissaris Maigret. Daar zit een bijzonder verhaal achter. In september 1929 arriveerde de kotter Ostragot in Delfzijl. Aan boord het gezin van de schrijver Simenon. Het oponthoud in Delfzijl duurt langer dan gepland, omdat het schip lekte. Nu gaat het verhaal dat Simenon nu net tijdens dit extra oponthoud in Delfzijl de figuur van commissaris Maigret bedacht. Wat later verschijnt het boek Maigret in Holland, waarin commissaris Maigret hier in Delfzijl met de trein aankomt. Hij was vanuit Parijs overgekomen om de moord op Koenraad Poppinga op te lossen. Bij het stationsgebouw herinnert een eenvoudige gedenkteken aan de band tussen Delfzijl, Simenon en Maigret. Het gebouw dat nu Hotel Café Restaurant Boven Groningen heet, heeft waarschijnlijk steeds een horecabestemming gehad. Als eerste wordt vermeld Hotel Café Noordooster, naar de gelijknamige lokaalspoorweg. In 1910 diende het koffiehuis als wachtkamer voor het spoor. Later wordt het een hotelrestaurant. Molen Adam is nu een expositieruimte. Het plein waarop de molen staat is eigenlijk een in 1568 aangelegde schans. In 1628 wordt hier een standaard molen voor het malen en pellen van landbouwproducten opgezet. In 1765 wordt onder de molen een stenen voet gezet van 5 meter hoog. In 1846 laat de molenaar de voet verhogen tot de huidige hoogte van ruim 10 meter om beter wind te kunnen vangen. In 1875 brandt de molen geheel af. Maar al in 1876 verrijst molen Adam, afkomstig uit Bedum, op de stenen voet. De deur met slot wijst erop dat de molen ook als gevangenis heeft gediend. De aanwezigheid van een molen binnen de vesting was vroeger bittere noodzaak. In tijden van beleg moet er immers brood zijn. De laatste molenaar is in 1950 in dienst gekomen. In 1954 is de molen van sloop gered omdat de gemeente Delfzijl deze aankocht. Grand Café Het Lokaal is het oude gymlokaal van de Singelschool. Het is nu ontbijtstaal van Hotel Singel. In het huidige Hotel Singel zat vroeger de openbare lagere Singelschool uit 1884. Zondags bood deze openbare school onderdak aan de zondagsschool. Nog weer later heeft het gebouw dienst gedaan als muziekschool.
De hervormde kerk van Delfzijl is gebouwd in 1830 als opvolger van de garnizoenskerk van Delfzijl. In 1925 werd de kerk van een noorderdwarsarm voorzien en werd de toren vervangen door een exemplaar in de stijl van de garnizoenskerk uit 1614. 30 jaar later werd de kleine kapel aangebouwd. In 1947 kreeg de kerk een nieuwe klok. De oude klok uit 1690 was geroofd tijdens de Duitse bezetting. In de kerk en de buitenmuren zijn verschillende oude grafzerken aangebracht. Sommige zijn uitgevoerd met familiewapens, daterend uit de 17e eeuw. Op de grenzen van het Molenbergplein en het Commandementsplein staat het manshoge bronzen beeld Zelu van kunstenaar Albert Zweep. Het verbeeldt twee mannen die aan een tros trekken en is bedoeld als een hommage aan de zeevarenden. Het 7 ton wegende bronzen beeld is daar geplaatst na een grote opknapbeurt van beide pleinen. Dit gebouw was vanaf 1888 tot het midden van de Tweede Wereldoorlog de synagoge van de Delfzijlse Joodse gemeente. De Joden in Delfzijl en omstreken hadden al voor 1648 recht van godsdienstvrijheid. Dat was hen verleend door de heer van Farnsum, omdat de Joden hen welvaart brachten door handel te drijven en de bankverlening te beheren. In de Scholstraat staat een rijtje huizen uit de 19e eeuw. Een zijl is een uitwateringssluis. De naam Delfzijl verwijst naar de drie oude uitwateringssluizen uit 1270. Daarmee is dit de oudste plek van Delfzijl. Stenen naamplaten in de dijk markeren de plaatsen van de drie oude zeilen. Oude zeilen zijn in 1974 vervangen door één boezemgemaal met de toepasselijke naam de Drie Delfzijlen, die het water uit de laaggelegen polderboezems naar de Waddenzee pompt. En dan sta je plotseling oog in oog met dit bizarre kunstwerk. Deze magere, letterlijk en figuurlijk uitgeklede vrouw heeft alles gegeven wat zij bezit en balt haar vuisten in een machteloos verzet. De vuurrode en bolle zeemijn steekt qua vorm, kleur en inhoud scherp af bij de uitgeteerde vrouw. De maakster van dit beeld is Toos Hagenaars uit Winschoten. Het beeld is een aanklacht tegen de westerse wapenindustrie die bijdraagt aan de instandhouding van autoritaire regimes in de derde wereld. De gereformeerde kruiskerk dateert uit 1953. De kerk is gebouwd in de Groningse variant op de Amsterdamse school, die eenvoudiger is dan uitbundig Amsterdamse stijl, maar wel de kenmerken daarvan heeft, zoals het gebruik van veel baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels in baksteen of gebeeldhouwde natuursteen en laddenvensters. Ik weet niet of er gelovigen zijn die met een bootje ter kerk willen gaan. Maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid om vlak voor de kerk aan te leggen. De zeevaartschool Abel Tasman in Delfzijl werd in 1856 opgericht als school voor nijverheid en zeevaart. In 1930 werd er voor de school een nieuw gebouw ontworpen in een aan de Amsterdamse school verwante bouwstijl. In 1988 kreeg de school een andere bestemming, als onderkomen van het IVAC, een educatieve instelling op cultureel gebied in Delfzijl. Voor het schoolgebouw staat een standbeeld
dat in 1956 werd opgericht bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de zeevaartschool. Het beeld gedenkt de leerlingen en oud-leerlingen van de zeevaartschool die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Op de sokkel van het beeld is een gedicht van Vazalis aangebracht. De katholieke Sint-Jozefkerk is in neogotische stijl gebouwd. De kerk dateert uit 1924 en is daardoor een van de laatste voorbeelden van neogotiek in Nederland. Aan de voorzijde staat een uitgebouwde toren, opgebouwd uit 4 geledingen met een ingesnoerde spits. Naast de kerk staat de vrij forse pastorie, die zelfstandig als rijksmonument wordt beschermd. Het gemeentehuis van Delfzijl is gebouwd in 1935. De kenners zullen de stijl van de Amsterdamse school herkennen. Bordes, ladderraam in de dubbele deur, balkon, verspringende fronten, 3 smalle glas- en loodpanelen, groot pannendak, klokkentorentje. In de jaren 90 is een nieuwe moderne vleugel gereed gekomen. De gemeente schreef een opdracht uit voor een kunstwerk bij de nieuwbouw. De Groninger beeldhouwer Hans Mes kreeg die opdracht. Het kunstwerk bestaat uit 3 elementen. 3 zuilen van verschillende lengte, opgebouwd uit 6-kantige basaltblokken die verwijzen naar de dukdolven in de haven, die de grens tussen land en zee afbakenen. 5 langgerekte uit wit graniet gehouwen vormen die als gestolde schuimkoppen liggen op de zwarte treden van de entree. De bezoeker loopt als het ware door de ruwe branding naar de ingang. 7 bronzen meeuwen vliegen buiten langs de gebogen vliesgevel en worden, samen met de lucht, gereflecteerd door het spiegelglas. In de hoge en ruime vestibule zet het beeld zich voort met nog meer meeuwen. Café Centrum was de pleisterplaats voor zeelui, kooplieden, soldaten en inwoners van de schans. In de voormalige stal zou volgens het opschrift nu de slijterij zitten. Maar als je een blik naar binnen werpt, lijkt het meer op een jeugdhonk.